beleef je droom. Ik ben hier in Villa Goyosa bij Esmee en Filip, die hier anderhalf jaar geleden naartoe zijn gekomen om een eethuis, een bar te beginnen, hier aan de boulevard. Ik ga ze een paar dingen vragen. Hallo Esmee. Hoi. Leuk dat ik hier even langs mag komen. Graag gedaan. En ik heb begrepen dat jij met je man en je gezin je droom achterna bent gegaan en hier in Villa Goyosa terecht bent gekomen. Dat kun je er iets meer over vertellen? Ja, natuurlijk. Twee jaar geleden zijn we op vakantie gekomen in Villa Goyosa. En we hebben de kust in Spanje gedaan en wij wilden al jaren wat anders gaan doen. In België hebben wij een eigen bedrijf en we waren een beetje moe elke dag werken, dag en nacht, dag en nacht. En we wilden iets helemaal anders. Dus zijn we naar hier gekomen, we vonden een pand en we hebben gewoon alles gedaan. Kinderen mee, inboedel mee, huis verkocht in België en hier opnieuw begonnen. En hadden jullie in België ook een horecabedrijf? Nee. Mijn hobby is altijd koken geweest en ik heb vroeger wel in de horeca gewerkt. En mijn man zegt, nu wordt het tijd dat we jouw ding gaan doen. Dus ja, dit is mijn ding. Dit is jouw droom? Dit is mijn droom, ja. Ben je nog vervelende dingen tegengekomen? Ja, dat is normaal. Vergunningen? Vergunningen is een drama. Spanje is natuurlijk een heel ander land als België en Nederland. Je zit natuurlijk ook met een taalbarrière. Het is best moeilijk. En dan, ja, er wordt hier heel veel verwacht, vooral van buitenlanders. Die moeten aan zoveel eisen voldoen. Hebben we ook netjes gedaan, maar vergunningen is hier toch wel problematisch hoor, om te verkrijgen. Maar we zijn uiteindelijk met alles in orde, dus wat dat betreft super. Maar het is wel een andere bureaucratie als in België en Nederland. En ook niet gekend natuurlijk door ons. Er zijn hier redelijk wat overwinteraars, maar in deze periode, half december, gaan er ook heel veel naar huis. Toch even de kerstdagen met de familie doorbrengen en komen ze weer terug. Maar ik denk absoluut niet dat je dit kunt vergelijken met Benidorm. Dit is eigenlijk een uitvalbasis voor mensen die niet meer in de drukte willen zitten. En dat is wel de trend tegenwoordig, dat steeds meer mensen de rust opzoeken. En dat hebben we hier in Villa Goyosa. We staan nog aan het geboortepunt, zeg maar, van wat hier gaat gebeuren. Wat gaat gebeuren? Wat gaat gebeuren? Heel de boulevard is een paar jaar geleden vernieuwd. Het strand is mooi gemaakt. Er komen nu een paar mooie appartementsblokken bij. Maar vooral voor vakantieverhuur. De prijsklasse is ook net iets hoger als in Benidorm, oh, natuurlijk. Dat ja, en we richten, Villa Goyosa richt zich ook op een beetje een ander publiek als dat in Benidorm zit. Oh, dat is prettig. Ja. Dus als mensen dit zien, wat kun je ze meegeven om hier naartoe te komen? Wat is hier in de buurt? Om te beleven? Ja, ja, het is heel mooi. Hè? Je hebt hier de mooie bergen, verschillende meren. In Villa Goyosa is natuurlijk het allerbekendste de oude huisjes. Hè? De gekleurde huisjes zijn natuurlijk leuk. De markt, de overdekte markt is leuk. Je zit hier heel centraal. Je zit maar 30 kilometer van Alicante af. Op anderhalf uur ben je in Valencia, dus in die grote steden ben je natuurlijk ook zo. Maar hier heb je vooral de rust. Het mooie strand, het genieten, het lekker zitten op het terras en een leuk uitstapje doen. Dat is denk ik het sterke punt van Villa Goyosa. Ja, dus voor een overwinteraar is het hier heel goed te doen. Zeker weten. Ja. Het weer is geweldig. De rust, als je van rust houdt, kunt niet beter zitten als hier. Er is heel veel leven in de zomer. Maar dan nog kun je het niet vergelijken met Benidorm natuurlijk. Het is zeer gezellig. Je hebt een leuke avondmarkt in de zomer op de boulevard. Heel veel leuk vuurwerk, feesten en alles wat je wil. Maar het blijft rust. Ja. Daarvoor komen mensen naar hier. Ja, ja. Ja, dat viel mij ook op. Wat mij ook al viel, dat er een roltrap naar boven gedeeld is. Er wordt hier ook speciaal voorzieningen voor mensen met een beperking. Zeker in de zomer, ook aan het strand, is een hele stuk ingericht voor mensen met een rolstoel. Worden in het water gereden met speciale banden, hebben stoeltjes in het water. Dus er wordt echt wel rekening gehouden met ook met de minder valide mens. Het is heel steil, dat heeft u zelf ook gezien. En daarvoor is die roltrap natuurlijk een uitkomst, dat de mensen ook echt naar beneden kunnen komen. Dat is ideaal. Mis jij je familie? Mijn familie zeker. Ja, maar mijn moeder komt om de paar maanden, 5-6 weken naar hier. Ik vlieg regelmatig terug voor mijn zusjes en mijn petekindjes natuurlijk.
En net zoals de kerstdagen vlieg ik met de kinderen ook terug naar Nederland. Dat is wel heel belangrijk. Familie blijft altijd het allerbelangrijkste. Ja. Maar het is maar 2,5 uur vliegen. Je bent er zo. Dat is ook. Ja. Dus ook voor vakantiegangers die hier natuurlijk gaan, ze zitten dicht bij het vliegveld aan de kanten. Ze zijn zo in Villa-Gorillaz. Ze zijn er zo en je kunt hier lekker genieten. En de bus is heel goed, de tram is heel goed. Wat dat betreft vind ik dat ze heel ver staan. Ja. Zeker Villa-Gorillaz. Het is echt heel modern en goed geregeld met al het vervoer. Dus ja, er is veel te beleven. Ja. In jouw restaurant, bar, eethuis, hoe het we noemen. Ja. Wat kunnen ze hier vinden? Beetje typisch Nederlands-Belgisch, dus geen Spaans. Daar hebben we ook echt bewust voor gekozen. We willen anders zijn als anderen. Dat zie je ook aan onze inrichtingen. Heel strak, heel puur. Dat is ook onze naam, puur. Verse producten, wij maken alles zelf. We hebben lekker ontbijten, lunchen en op vrijdag en zaterdagavond een dinerkaart. En voor de rest doen wij ook feestjes, recepties. Dus ja, eigenlijk alles wat een Nederlander en een Belg verwacht, dat doen wij. Daar zijn we ook op georiënteerd. En ook de Noorse mensen. Noorse mensen en dan Belgen en Nederlanders. Dat is ook 85% van ons cliënteel. Heel fijn. Nou, dankjewel voor dit interview. Heel graag. Nou, op dit terras kom ik twee dames tegen. Waarvan de ene net 3 maanden hier geweest is. Morgen weer naar huis gaat. Wat bevalt je zo goed hier aan Villa-Gorillaz? Ik denk dat we hier de meeste zon hebben, minste regen. In al die jaren is er eigenlijk toch wel gebleken. En ik vind het strand fijn, het is hier niet zo idioot druk. Ja, heerlijk. Ja. En allang hier een appartement? Ik denk zo'n 23 jaar. Zo, dus heb je een hoop zien veranderen hier. Ja, maar het wordt allemaal mooi. Alleen de hoogbouwen is een beetje jammer. Maar daar krijgen we overal, dus daar kunnen we niks aan doen. Nee, dat is waar. Ja. Het busstrand is lekker breed geworden. Ja, lekker zandstrand. De huizen zijn wat opgeknapt. Ja, het ziet er allemaal netter uit. Ja. Dat is ook zo. En het is nog steeds rustig in vergelijking met Benidorm, wat hier zeker dichtbij is. Hè? Ja, dat is heel dichtbij, maar 8 kilometer of zo. Ja. Ga je er wel eens naartoe? Nou, misschien 1 keertje. Om even over de boulevard te gaan. Even te kijken, maar verder niet eigenlijk. Hier is goed. Je komt hier bij Puur vaker? Ja, hier komen we vaker. Hier zitten we gewoon gezellig. Ja. Je hebt een goede stoel, lekker wijntje, goede koffie, lekker hapje. Ja, de koffie is ook erg lekker. Erg lekker, ja. Ja. Okay. Nou, jij bent hier niet zo vaak? Ja, iets minder inderdaad, dat klopt. Ja. Ja? Dochter? Ja. Zoiets? Ja, zoiets. Klopt. Ja, en dat bevalt jou ook goed? Ja, het is erg, ik vind het een prettige plek hier. Ja. Voor de kinderen ook heel fijn, heel rustig. Ze kunnen gewoon gaan. Benidorm is wat dat betreft heel druk. Daar kun je kinderen niet zomaar over de boulevard heen laten lopen. En dat is hier erg relaxed. Ja, erg fijn. Dus het is aan te raden voor mensen die willen overwinteren. Hier... Ja, of gewoon op vakantie inderdaad. Je hebt een mooi zandstrand, het is mooi weer, gemoedelijke mensen. Ik denk dat dat wel heel fijn is, heel prettig. Want zomers is hier ook prettig, een stukje drukker neem ik aan. Ja, is het iets drukker. Maar meer met lokale mensen, ook wel veel toeristen. Maar het is toch minder toeristisch als 50 kilometer verderop. Oké. Ja. Nou, dank u wel voor deze informatie hier over Villa-Gorillaz. Graag gedaan. En nog een prettige tijd hier. Dank u wel.